Hey, reviewvrienden, hoe is het daar? Mooi. Nou, hier ook. Mooi. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons algemeentje opgestuurd? En waarom timmer ik zo vaak op dat doosje? Dat weet ik ook niet. Ah, chocomel! Ja, van chocomel word ik dus blij. En nu hoor ik bepaalde mensen denken... Huh? Chocomel wordt hij blij? Heeft Jan niet in de afgelopen 129.000 filmpjes geroepen... dat hij chocolade smerig vindt? En helemaal melkchocolade? En dat hij daar alleen maar van moet... Dat klopt. Alleen ik vind chocomel een prachtig product. En waarom? Ik weet het niet. Ik vind het gewoon lekker. Ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. Mijn oma Hommes, die had altijd pakjes chocomel voor Jantje. En dan kwam ik aan en dan zei ze, wil je een pakje Jan? En dan zei ik, jazeker oma. En ik kreeg zo'n heerlijk pakje chocomel. En dat was van Nutricia, de enige echte. Dus, we hebben direct een probleem. Want dit is dus mijn merk. En dit doet me denken aan mijn omaatje. Die denk ik al een jaar of 25 in de hemel is. Dus deze heeft, pak een beetje tante Greet, een streepje of 28 voor op de andere. Dit is Kokio. Het is een mooie fles. Classic chocolate milk. Kokio. Nog nooit van gehoord. Maar het ziet er wel mooi uit. Je moet wel schudden, want er zit allemaal bagger aan de onderkant in. Waar komt dit vandaan dan, Kokio? Ja, weet ik van waar het vandaan komt. In ieder geval Kokio. En, hoe heet het? Tony Chocoloni. Dat zijn die politiek correcte koekenbakkers. Die dat roepen van, ja, we zijn tegen slaven. Chocoladeslaven. Slavenvrije chocola. Slavenvrije chocola. Onderzoek gedaan. De chocola wordt gewoon de slaven gemaakt. Altijd hetzelfde met die types. Maar goed, daar gaat het niet over. De goedkoopste uit de fles... Nobody knows waar die vandaan komt. De ene duurste is dus Nutricia. De enige echte. Chocomel. En de duurste is natuurlijk Tony Chocoloni. Want dat heb je altijd met mensen die altijd doen alsof ze van de goede doelen zijn. Die zijn meestal het meest kostbare. Dus nou, hier staat chocolademelk zonder bijsmaak. En dan staat er een sterretje bij. God mag weten waar dat dan over gaat. Oh, Tony Chocoloni chocolademelk. Niet meer dan melk met de allerlekste chocolade, zou je denken. Nou, dat klopt. Nou, dat zeggen zij natuurlijk ook. En dat zeggen zij ook. Alleen hiervoor moet je dan extra betalen. Tijd om te proeven. Glaasjes. Voilà. Inschenken geblazen. Ja, ruikt de chocomel. Ja, dat kon niet missen natuurlijk. Nou, ik denk dat ik... Tony Chocoloni Chocoloni chocola... Die is ietsje donkerder dan die, en ook trouwens iets dunner dan die van Kokio. En deze kennen we natuurlijk allemaal wel. Oh, die is dan, ziet er ook weer anders uit. Deze is het lichtste, deze is het donkerste en het waterigste. En deze is eigenlijk gewoon bruin. Laten we ze gaan proeven, want daarvoor zitten we hier. Het zou een beetje raar worden dat we niet gaan proeven bij Jan's Reviews. Vinden jullie ook niet? We beginnen met de Kokio. Dat is de goedkoopste. Ruikt naar chocolademelk. Proeft naar chocolademelk. En ik vind hem hartstikke vies. Er zit me toch een gore... vergeten gore nasmaak aan. En die nasmaak is nou niet echt dat je denkt chocoladenasmaak. Het is meer alsof je een envelop hebt dichtgelikt. Ken je dat? Een beetje, het smaakt een beetje naar oorsmeer. Nou, deze is de goedkoopste, maar het is ook niet te zuipen. Laat wil ik wezen. Dan gaan we naar de duurste, de Tony Chocoloni. En die doen natuurlijk allemaal heel erg moeilijk over hun chocolademelk, terwijl... Ja, god, wat doe je hier moeilijk over. Alleen die van hun is zo waterig als de neten en donker. Maar goed, even ruiken. Ja, ruikt een beetje naar chocolade ook.
Ik ben gewend dat chocolademelk zeg maar de vettigheid heeft van melk. En dit kun je gewoon chocoladewater noemen. Heeft niets met chocolademelk te maken. Het is gewoon water. En ook waterig. En de chocoladesmaak doet mij een beetje moeilijk aan. Maar ja, goed, dat heb je altijd met dit soort producten. Die zijn moeilijk. Hè? Die zijn lekker moeilijk aan doen. De mensen die dit kopen zijn ook van die mensen die moeilijke koffies drinken. Hè? Doe mij maar een cafeïnevrije macchiato met geklopte geitenmelk en sojaboontjes. Dat soort mensen. Die kopen dit. Gewone mensen kopen dat. En mensen zonder smaak kopen deze. Ja? Mooi. Ik vind hem niet erg lekker. Ik vind hem geen chocolademelk. Ik vind de chocoladesmaak. Nou, daar gaan we. Heerlijk. De enige echte. Zou ze wel een hele goede payoff hebben. Een payoff is zeg maar zo'n tekstje onder een merk. Dit is Jokemel, de enige echte. Dat klopt. Dit is toch ook de enige echte. Alle andere komt niet in de buurt. Het is hetzelfde met Coca-Cola. Pepsi doet er nog een beetje zijn best. Maar is ook niet te zuipen. En de rest van alle cola-merken. Ja, dat is net roestwater. Nou, dat hebben we dus ook met de chocolade varianten. Zelfs met die dure oplichters van Tony Chocoloni. Het is duidelijk. We kunnen beginnen met de cijfertjes. De goedkoopste is de goorste. Kokio. Ik weet niet wat ze daar gedaan hebben in die fabriek. Maar het is gewoon niet. Het heeft een afdronk alsof je de regenton een beetje bleef. Aver, die krijgt een 3. Dat is niet te hakken. Niet veel hoger is de Tony Chocoloni. Want die doen natuurlijk heel erg moeilijk. Met allemaal goed voor het milieu praatjes, koekenbakkerij. En wat zijn wij toch ontzettend politiek correct. Maar verwachten vrienden, dit heeft niets met chocolademelk te maken. Dit is chocoladewater en een hele moeilijke chocoladewater. En daar hebben we er niet zoveel van en daar hebben we het ook niet zo op. Dus die krijgt een 5. Ja, yeah. En de enige echte, chocomel van Nutrisia. Beter wordt het niet. Je moet het altijd wel koud drinken, hè. Dat helpt wel met chocolademelk. Deze krijgt een 8. Want dit is... absoluut een crème de la crème. Voor mijn omaatje. Nou, doei.